Nou jongens, ik ben op Katzand en een zuiver signaaltje 30. Ik klaaf toch weer een ringetje op. Het is een, ja, ik weet niet of jullie me kunnen verstaan met al die wind hoor, maar het is zo'n moedring denk ik. Ja. In ieder geval, het is een ring, dus ik ben er blij mee. Op naar de volgende. Nou, weer een potentiële goede vondst. Op de een of andere manier graaf ik het altijd extra verder, dieper. We gaan kijken, ik verwacht natuurlijk een treklip. Een bierdop. En het is weer het treklipje van de blikkie. Daar hebben we niks aan. Nou jongen, hoogste jaar man. Moet toch een zilveren ring zijn? 94. Komt er nou uit zeg? Wat is dat nou mensen? Nou, een souvenir. Nou luidjes, het is bedroevend. Wel een mooie opener gevonden en toch een ringetje gevonden. Ik kreeg nog een vraag of ik bij een andere strand had ook nog een ringetje kon gaan zoeken. Daar ga ik nou even naartoe. Misschien vind ik hem nog. Even op, strandpavioen Ruig, zei je. Ja. En voor mezelf hoor. En dan heb je ze buiten omgelopen, dus voor achterlangs gelopen. Ja, en dan hiervoor om. Ja, ja. En dan moet hij daar eigenlijk op dat heuveltje tussen die twee. Is goed. De andere zoeker die me erop alerteerde had hem niet gevonden. En die liep met de Venquish 340 geloof ik, of 430 of zoiets, in ieder geval met de Venquish. Dus ik hoop dat ik hem wel mag vinden. Het is in ieder geval een ring die uit drie delen bestaat, dus ook wel een lastige trouwens. Maar ik heb wel ongeveer een locatie. Nou, ik sluit weer af met dit mooie beeld van het mooie schip. Kijk toch eens allemaal. Schip ahoy! Nou, aangekomen bij strand Ruig. Ik ga hier even dat ringetje proberen terug te vinden. En kijken of het gaat lukken. Hij is eergisteren verloren, dus maar afwachten. Hey, goedemorgen. Nou, vandaag zijn we maar naar het zwin toe gereden. Ja, vrouwtje wil haaientanden gaan zoeken. En ik dacht van, ik neem wel de detector even mee. Je weet nooit wat je nou tegenkomt. Over de grenzen zijn we. We zijn volgens mij bijna bij België. In België, ik weet het niet. Kijk, hier kunnen we eruit kijken zo. Wat een uitzicht, hè. Dan hebben we hier allemaal botjes. Kijk toch eens. De mensen zijn ook heerlijk aan het genieten. Hè? Ja. Allemaal. Kijk, kijk. Ja, kom weer. Eet u smakelijk, meneer. Ja. Ziet er, dank u wel. Ziet er lekker uit. Ja, ja, dat is lekker ook. Ik ga komen staan, je hebt gevraagd, anders gooi ik dat het op, hè? Zo, het zweer. Ja, om goed te lezen, hè? En hier hebben we naar de paal, een grenspaal, ja. Nou. Hey schat, je bent in Nederland. Goed, ja. Na twee stappen doet, dan ben je in België. Van mij ben je nou in België, denk ik. Allee! Nou jongens, ik zie het strand al liggen. We gaan zo meteen lekker haaientanden zoeken. Houdoe! Shit. '52. Het zit in de bucket. Gaan we even kijken. Dat verwacht je toch niet dat hier wat leg, joh. Dat is een muntje. Haast niet te lezen. Iets met een kroontje. Ik denk iets Belgisch. 50 frank of zo. 5 frank. Maar goed, wel gevonden. Ik had me niet verwacht hier zo. Oh,
allemaal ijzersignaaltjes en het zijn allemaal kleine euromuntjes. Het is weer de cent. Tja, helemaal verkalk natuurlijk. Maar goed, hij pakt hem wel op. Dus nou nog een mooi signaal. Hey schat, zit er wat in voor je? Nee. Nog steeds niet? Nee. Nou. Haai je tanden, zeef staat erop. Er zit helemaal niks in. Nou lui, wat betreft de muntjes, een oude Belgische frank geloof ik. Toch een 2 euro munt. Een rammelaar van een vrouwtje die met de kind op het strand zat, dus die heb ik gauw teruggebracht. Ja, dat is het eigenlijk een beetje hier, dus veel ligt er niet. Maar goed, als je niet zoekt, dan zul je nooit wat vinden. Dus ik heb in ieder geval gezocht. Houd doel, nu op zoek naar de haaientanden. €87. Mooi signaal, helder, maar wat het is. Ja. Nou, daar ligt het. Kijk. Een hele mooie dinkietooi. Ja, kijk toch eens. Prachtig weer een auto, jongens. Weer een sportauto. Nou, in het tasje. Tot de volgende vondst. Houdoe. €75. Die schat er weer naast, dat is altijd natuurlijk. Hoe is het ook mogelijk dat ik er altijd naast schip? Ik snap het niet hoor. Nou, die legt er al een tijdje in, alhoewel. Wauw zeg. Daar is echt een mooie. Nou, daar ben ik weer blij mee. Hoppa! Hey, met de Xtera Elite. Kijk toch eens. Hoppa, en weg is hij. Nou, een heel klein klavertje 5. Geen deze klavertje 4, maar klavertje 5. Hij haalt het er wel uit, jongens. Ja. En dames natuurlijk, hè. Signaal de 46. Ik denk zilver. En daar een bandje. Kwam laag binnen op de Xtera Elite. Maar ik heb hem wel gevonden. Dus mooi. In de pocket. Leg hem nog een keer neer, dan nog een keer overheen. De machine, 31, gaat alle kanten op. Maar ja, ik heb hem wel gevonden. Een heel hoog signaal. Ik zie wat oranje is, dus ik denk dat het weer een autootje is. Wat zal het wezen? Nou, iets van een scheerlijn, mijn scheerlijn vast te houden. Aluminium. Ja.
legt diep, 57, kan zilver zijn, maar ik denk eerder een muntje. Of rommel natuurlijk. Of een blikje, dat legt ook van diep. €57 geeft hij aan. Toch een muntje. En die legt er al lang. Oh, dan ben ik het weer kwijt. Ja. €10. Nou, daar alle moeite voor doen. Ik kan beter soms een kennis van mij gewoon blikjes gaan rapen. Maar goed, telt weer aan. Nieuwe zoektocht onder de strandtent. €56, dat zal wel weer een muntje zijn, denk ik. Het is een 10 eurocent. Ja, ik dacht het al. Toppie. Ja, en toch denk ik dat het of een mes is, of een vork, of het is een muntje. Nou, kijk eens. Toch weer een muntje. 50 cent. Bingo. In de pocket. Oh, dat is een succes onder die strandtenten. Het moet haast een muntje zijn. Tip! Een euromuntje, net gevallen zo te zien. Zit bij mij weer in de zak. Heb je idee? Hé jongens, wat denken jullie net wat ik uit de grond vandaan haal? Kijk toch eens. Weer een hele mooie. Ja. Maar jullie zien aan mijn ring. Mijn ring is van goud. En deze is helaas weer een neppertje. Maar ik vind het wel een heel mooitje. En ik ben er toch blij mee. Ik heb hem gevonden. Ik kan nog even kijken zien hoe die binnenkwam. Zo. Nou. Ja. Zo kwam je eruit, hè. Nou jongens. Op naar de volgende ring. Hattoe! Goedenavond. Allemaal stukjes koper, hè, van kogeltjes en zo. Zo, ja, hè. En rommel, ja. Dan ga je even gek worden. Dat betreft, hem even uitzetten. Ja, ik heb hem ook al uitgezet, maar hij is gewoon een beetje weer hetzelfde kaliteit idee. Hé hey, jongen, Wim. Ja, ken je wel. Hey. Hallo, hey. Nou jongens, jullie zien het. We lopen hier gezellig even dus op Zeeuws-Vlaanderen en wie komen we tegen? Dimitri. Dimitri? Ja. Ja jongen, ik dacht het al te merken aan je postings, hè. Ja. Nou, luidjes. Even samen, hey kereltje, jongen. Nou, dan moeten we elkaar een keer. Ja. Het beste paard van stal. Kijk, dat is. Dag Moppie. Dag meneer. Ook wat gevonden? Ja. Ja? Wat dan?
Ah, je tanden. Oké. Ja. En heb ik vandaag wat gevonden? Ja, ik heb eigenlijk niet gefilmd, want de accu was bijna leeg. En, maar goed, ik heb de nodige eurotjes gevonden en te horen gekregen dat er nog een trouwring moet leggen. Ja. Maar ja, aangezien ik al 2 weken bij Woest aan het zoeken ben, zal die er vast niet meer leggen. Dus diegene die hem gevonden heeft en dit toevallig hoort, de mevrouw van de verhuur van de parasols en de legpetjes, heeft een telefoonnummer. Ja, voor het geval je hem terug wil geven, dan kun je daar terecht. Doei! Hey luidjes, nou, zo ben ik aan het zoeken op een strand en zo word ik gebeld door Zoekservice Zeeland. Wim, een beste meneer, Duitse meneer, heeft zijn trouwring net verloren in het water. Kan jij voor de beste man even gaan zoeken? Nou, dat doen we dan natuurlijk, hè. Dus, ik ga de meneer opzoeken en dan hopelijk dat ik zijn ring terugvind. Poeh. Ik word wel moe van al de trappen lopen. Maar goed, we zijn er. Ga ik strand op en dan zal ik die meneer wel tegenkomen, denk ik. Tot zometeen. Houdoe. Nou jongens, dan was ik toch helemaal bij het verkeerde GPS-coördinaat. En het hele stuk waar hij gespond heb is nou drooggevallen, denk ik. Dus ik hoop dat iemand hem nog gevonden heeft. We gaan even kennis maken met de man. Zo. I'm filming. Okay. I'm Alex. I appreciate your coming. Alex, I'm Wim. Very, very terrible because this afternoon you called me. I was there. No way. Yes, exactly okay. There. Yeah, and I was my father's-in-law, he made the GPS spot while I was in the water because I stood there. Yes. Well, I lost it. I get it there because the GPS spot. Interesting. Yeah, but no problem. We are here. Oh man. We're gonna find him. I hope so. I hope so too. It's a chance. Okay. I was trying to find, but the water was like till here, so. Yes. Yeah. And no chance. Nou, we hebben ongeveer een locatie, dus ik ga hier starten. Met het trekken van een lijn. Zodat ik weet waar ik begonnen ben. Ja, no problem. En de eigenaar zelf denk ik dieper legt. Dan gaan we straks kijken. Hij weet dat de water is dan. What? I wait till the water is back. Is it again? We krijgen kijken naar een hele mooie zonsondergang. Maar ik heb de ring nog steeds niet gevonden. En daar baal ik het meeste van. Ik loop met de Xtera vandaag en met de Elite. En voor de zekerheid de waterkoptelefoon is gedaan, die is iets zachter. Voor mij tenminste met mijn oren. Tot nu toe 3 trekletjes uit de zee vandaan gehaald. Ik ga wel vrij zacht naar binnen moet ik zeggen. Ja. Ik kan ook iets aan veranderen.